Hoi allemaal, goed jullie te zien. Doe het dan maar één keer te doen. Klaar. Shoplog van de Kruidvat. Ik zou in ieder geval zeggen, toen ik ging, was het in aanbieding, nu dus niet meer. Ik zeg het even, want anders krijg ik weer commentaar in mijn comments van. Nu is het er niet en ik geef ook even aan in mijn comments dat ik nou ook even ver vooruit loop met mijn filmpjes. Dus als je deze ziet, is het al voorbij. Maar het is regelmatig in de aanbieding. Dus ik zou zeggen, hou überhaupt gewoon in het algemeen de Kruidvat aanbieding in de gaten. Vooral de shampoos en de dingen. Haarstyling. Dan had ik toevallig de shampoo nodig. Want de mijne was bijna op. Ik was met de laatste fles bezig. Dus ik had de André Lon Pro Nature Coco Curl Creation. Veerkrachtige krullen. Ach, denk, weet je wat? Ik heb een slagje in mijn haar, maar net geen krul. Laat ik het toch maar eens proberen. Dus ik heb deze. En dat was dus 1. 2. Dus 2 plus 2. Dus ik kan weer even vooruit met de shampoo. En toen zag ik dat dus ook de nieuwe. Ik zag dus ook make-up. Ik zag dus ook Limited Edition. Dus ik dacht. Laat ik iets wat meenemen. Nee hoor. Ik denk niet laat ik wat meenemen. Het komt gewoon mooie kleuren. En dat was Creation Joy. En dit is de Lip Liner 0, C03 Bold Berry. Dat is deze. En dit is de 0, C02 Real Rosewood. Nou, dat is een beetje naturel kleur. Maar die kunnen ook gewoon hierbij. Want dit is de. Dankjewel, Zon. Even goed kijken, want de Bold Berry, die ziet er dan zo uit. Tegenwoordig zit er ook een barcode op en een QR-code. Ja, de reden dat hij er niet lekker uitziet, dat komt door de sticker van. Oh, hij gaat wel heel mooi dicht. En dit is die andere. Er zit ook nog die barcode. Dus je kan het niet zomaar even meenemen. En dit is de C02 Rosewood. Nou moet ik wel heel erg zeggen. 4,69 voor een lipstick. Serious. En hier moet ik even spieken. Gewoon per stuk 2,99 per eyeliner. Lip liner. Echt serieus. Het wordt allemaal duurder. Maar ja. Het is mooi. Ik vind het heerlijk en ik vind het altijd leuk om met make-up te spelen. Dus vandaar. En toen was ik ook even bij de Action geweest. En toen heb ik de Day-Usable Everyday Milk Moisture with Soft Touch meegenomen. Dat is deze. Ik had iets gezien, dus ik denk, laat ik het eens een keer. Ik wil eens een keer wat uitproberen. Er moet alleen nog even batterijtjes in, maar ik denk laat ik niet mijn dure melk op schuimkloppertje gebruiken, dus laat ik dan gewoon even deze nemen. Vind ik niet zo erg als die dan kapot gaat. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje, blijf je altijd op de hoogte en bye bye!